Goedemorgen, woensdag 26 mei. Het is niet voor te stellen, maar volgende week is het alweer juni. Het is nog steeds koud voor de tijd van het jaar. Maar er gaat verandering in komen, gelukkig. Eind van de week geven ze toch wat meer temperatuur af. En dan zal het voor ons allen wat aangenaam worden en ook voor de groei van de vruchtjes. De afgelopen weken zijn benut om her en der wat brevies op conferentie in te zetten. Maar we zijn voorzichtig geweest in ons advies, want we verwachten toch een stevige rui. We zien toch overal een behoorlijke aftekening in de vruchtjes. Ze zitten er nu nog dik op, maar dat zal niet lang meer duren. Zeker als de temperatuur omhoog gaat, zal de rui versnellen. Eind van de week, als de temperatuur omhoog gaat, dan wordt het prima weer voor een 6BA. Maar die zullen we met name her en der op appel inzetten. Op Elster, op diverse percelen, op Junemi, op Kansi, verschillende rassen, zitten de appels er toch al dik op. Want jaar is het wel zo dat er een duidelijk verschil zit tussen de zonkant en de schaduwkant. Als we plaats specifiek willen behandelen, dan zullen we toch naar een brevies moeten. Als we de zonkant willen behandelen, dan pakken we daarvoor de brevies. Dat kan niet met een 6BA. Heeft u een wat egaler behang, dan pakken we een 6BA. Uitermate geschikt hiervoor is de CropCard 6BA. Nieuw in ons assortiment van Crop Solutions. Groots ingekocht en dus met een scherpe prijs voor u. Eind van de week lijkt ook prima, een prima opstart voor de Movento Batavia. Op appel en op peer. Afhankelijk van het bedrijf, het ene bedrijf zal eerst de appels aan de beurt zijn vanwege de weer opkomende luis. Het andere bedrijf zal op de peren begonnen worden met de Movento vanwege de toename van de gele, oranje eitjes van de perenbladvloer. Als u vragen hebt, neemt u gerust contact met ons op. Wij zijn er voor u. Bedankt voor het kijken.